Welkom in de haven van Almere. Er was hier al een restaurant aan het water, maar nu zijn het er twee. Dit is de laatste aanwinst, het Veerhuis. Het Veerhuis heeft een aantal chefs in de keuken die op steradressen gewerkt hebben. Maar ze beginnen hier klein. Heel klein. Welkom in de bonsaikeuken. Dit bijvoorbeeld is een voorgerechtje. Een streepje eendenlevermoes en wat snuisterijen van biet en radijs. Gestut door blokjes gelei van gewürztraminer. Dan is er een salade van knolselderij. Dat is deze. En daarbovenop ligt een crostino. Of liever gezegd een crostinootje. Van zuurdezelbrood. En dit is het DNA van de biet. Bietenpoeder. Een tussengerecht? Drooggebakken kokkieën met een uit bloemkool gekerfd schaaltje met kruim van macadamianoten. Een stukje gebakken bloemkool, een toefje bloemkoolcreme en schuim van beurre noisette. En daar zijn de hoofdgerechten. Dit is heek met asperge. En dit is lamsfilet. Met jus van sterrenijs. Ravioli van lamsstoofvlees op sushi-rijst en anijspaddenstoelen onder schuim van rode curry. Lamsbonbon met gepofte rijst erbovenop. En caviar van aubergine met mini pak soi. Het heekstikje, dat helaas nogal zout uitgevallen is, gaat vergezeld van asperges op drie manieren. Gekookt, gebakken en uit de reuner. Daarbij een gepocheerd dooiertje van een kwartel ei, peterseliecreme en dubbel gedopte tuinbonen. Vier stuks. Het nagerecht is relatief groot. Een parfait met persik, brownie en yoghurtijs. En dan is het alweer tijd voor de boot naar huis.